18% van jongeren en jongvolwassenen is psychisch ongezond. 37% van hen ervaart mentale klachten. En 47% van de jongeren voelt zich eenzaam. In Nederland is er iets aan de hand met de mentale weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Velen ervaren steeds meer somberheid en stress. We zien dat niet alleen tijdens de studietijd, maar ook in de eerste werkjaren. Veel jongeren vallen dan uit. Dat is een groeiend probleem dat de hele samenleving raakt. Ook in de regio Eindhoven zien beleidsmakers, onderwijsprofessionals en werkgevers deze problematiek al jaren. Maar stigma, taboe en onwetendheid staan vooralsnog een open gesprek met jongeren over mentale gezondheid in de weg. Voor jongeren is het extra belangrijk er aandacht aan te besteden omdat zij zelf nog in ontwikkeling zijn. Als zij goed in hun vel zitten en mentaal gezond zijn en weten hoe zij willen en kunnen functioneren in de maatschappij, dan hebben wij daar als hele maatschappij iets aan. Mentale gezondheid is een maatschappelijk onderwerp dat je breed moet benaderen. Dus samen met gemeente Eindhoven, de GGD, Het IES en Jong 040 heeft het lectoraat Leren Floreren van Fontys Hogeschool besloten dit regionaal op te pakken. Deze studenten doen vanuit het lectoraat onderzoek naar de houding van Eindhovense jongeren ten aanzien van het bespreken van hun mentale gezondheid. En de onderzoeksresultaten zijn duidelijk. Erover praten is niet gemakkelijk. Het komt wel uit onderzoek dat het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid een moeilijk punt blijft. En dat er eigenlijk wordt gezien dat door het horen van ervaringsverhalen van anderen, hoe anderen het hebben aangepakt, dat het daardoor ook makkelijker wordt voor hunzelf om het bespreekbaar te maken. Een van de dingen die we willen gaan ontwikkelen is Speak Your Mind. Een lokale online campagne om mentale gezondheid bij jongeren bespreekbaar te maken. Input van de sociale partners en de resultaten van de onderzoeken van het lectoraat dienen daarbij als basis. Een jongerencommunicatiebureau vertaalt deze resultaten naar aansprekende content en toetst dat bij een lokale focusgroep. Een online marketingbureau zal vervolgens de social media campagne gaan draaien en stuurt, daar waar nodig, bij. We willen dan ook de helft van de jongeren uit regio Eindhoven online bereiken en een verdubbeling zien van het aantal fysieke contactmomenten van jongeren en jongvolwassenen bij Het IES. Het IES is een van onze partners en is een organisatie die onze doelgroep niet alleen online bereikt, maar ook fysieke locaties heeft waar vrijwilligers voor jongeren klaarstaan. Het IES wordt dan ook de afzender van onze campagne. Omdat we merken dat praten over mentale klachten makkelijker is als je iemand vertrouwt, willen we hulp en ondersteuning dichtbij aanbieden. In de regio dus. Daarom is het belangrijk dat we gaan samenwerken rondom deze problematiek en regionaal een vuist maken. Alleen samen kunnen we zorgen voor een veerkrachtige samenleving waarin jongeren en jongvolwassenen zich veilig voelen en de kans krijgen om te floreren. En wij zijn alvast begonnen. Wil je ook je naam verbinden aan dit initiatief? Dat kan door samen onderzoek te doen, kennis te leveren of door ons financieel te ondersteunen. Voor de meest recente inzichten uit onze onderzoeken, luister dan ook onze podcasts.